2013 vond ik dan nog wel gemakkelijk of interessant, of ik weet het niet. In ieder geval, in 2013 tekende hij voor nog 2 jaar bij. Ja. Maar oei, 1914 is ook nog. En hij zit in Antwerpen, waar hij dienst doet in de verdediging van Antwerpen. Je weet misschien het. Een prachtig meisje, inderdaad. En er ontstaat een grote liefde. Fantastische romance tussen Russell en Emil. Ja, en het is direct gemakkelijk. Hij is van huis. Maar ook hij komt daar regelmatig op zoek, dus dat is de partner. Oké, dus de grote romance. Al eind 1917, de romance tussen Emil en Rachel bloeit verder. Maar dan gebeurt er iets heel speciaals. Zaterdagavond 27 oktober 1917, de zaterdag, gaat Rachel gaan werken. Het is zaterdag. En ze moet werken tot 7 uur. En als het werk gedaan is, dan komt ze normaal naar huis. Of Emil komt daar ophalen, dan gaan ze samen naar haar huis. Dat kan gebeuren. Past er niet. Volgens dat hij zijn werk moet regelen. Maar die avond komt Rachel niet naar huis. Geen probleem, want Rachel blijft soms wel een keer overnachten bij Seru. Want aan het station waar ze eigenlijk woont is het dikwijls nogal gevaarlijk. Zijn er beschietingen en het gebeurt wel dat ze blijft overnachten op de boerderij. Nu, het zaterdagochtend, dan gaan twee zusters toch een keer gaan kijken op de boerderij. Hoe dat is met de zus. En daar blijkt dat zij dat de boer denkt dat zij eigenlijk de avond ervoor naar huis vertrokken is, toch? En onmiddellijk paniek. Paniek, ja. Dat is toch iets heel vreemds, want Rachel, je ziet het, is een braaf meisje. Ja. Ze is die avond niet thuisgekomen, is ook niet op de boerderij gebleven. En onmiddellijk wordt er eigenlijk alarm geslagen, is er paniek. De gendarmes worden verwittigd, er wordt gezocht. Waar eventueel is. En ze denken onmiddellijk ook aan Emil om informatie te krijgen. En Emil heeft die nogal een drukke dag. Je moet naar Havenkapelle en nog een plaats om soldij uit te betalen, om soldaten te bezoeken enzovoort. En hij komt in de namiddag pas terug in Veurne en gaat rechtstreeks naar het huis van
Rachel, want hij is daar vriend aan huis. En hij komt daar binnen en daar verneemt hij het nieuws dat Rachel verdwenen is. En natuurlijk ook de kluts kwijt, er wordt gezocht, maar hij wordt niet gevonden. Zij wordt niet gevonden. Maandag, ja, ook Florimond Serru is natuurlijk de kluts kwijt. Maar om een beetje de tijd te passeren, gaat hij de maandag toch maar op zijn land een beetje werken, wat moet hij anders doen. Maar hij ziet daar plots op zijn land dat er toch iets vreemds is. Er is precies een beetje aarde omhoog en daar ligt een hoop aardappelloof, daar liggen bladeren. Hij ziet zo precies ook sporen. En hij weet natuurlijk dat Rachel verdwenen is. En hij alarmeert onmiddellijk de gendarmes die komen. Hij zegt, ja, we gaan kijken. Spit dat een keer uit. We gaan een keer kijken. Florimond begint te spitten en vindt redelijk rap, 30 centimeter onder de grond, Rachel. Het is duidelijk. Ze is vermoord. Ze zien een slag op het hoofd. Precies met een... klop gekregen op haar hoofd en ook haar keel is gewurgd, er is een touw over haar keel. Emiel wordt erbij geroepen en Emiel komt erbij, hij valt op zijn knieën, hij snikt, hij zegt oeh, is het mooi, hij snikt. En dan zegt hij direct, ja, ik weet niet wat er gebeurd is, ik heb er al sinds een ik weet van niks, het is verschrikkelijk. Ik weet niet hoe dat gebeurd is, ik heb er niks mee te maken. Ja. De gendarmes vinden dat hij toch een beetje vreemd doet. Oei. Ja. En zo precies ook duidelijk maken dat hij het niet gedaan heeft. Dus dan, ja. En ze nemen hem mee naar om hem te ondervragen. En ze vragen of hij een alibi heeft voor die avond, de zaterdagavond. En inderdaad, hij heeft een alibi. En het is nogal een zeer uitgekiend alibi. In de namiddag gaat hij op bezoek bij de familie van Rachel. Later gaat hij ook op de boerderij op bezoek waar hij Rachel voor de laatste keer ziet. Daarna gaat hij op café. Hier, vlakbij het station zijn er een heleboel cafés. En hij gaat naar café de la Station, bij nog een paar cafés. Hij drinkt overal wel een drinkje. Hij koopt ergens een fles Porto, hij gaat dan waar hij verblijft, op zijn kot, kan je zeggen, met een paar vrienden een fles Porto drinken. Hij gaat ook garnalen die hij besteld heeft en rond 10 uur 's avonds heeft hij nog een afspraak met een paar vrienden waar ze iets drinken en de garnalen samen op. Hij heeft eigenlijk per half uur bijna een overzicht van wat hij al heeft gedaan. En dat wordt gecontroleerd natuurlijk door de gendarmes en dat klopt gelijk wel. Iedereen bevestigt wel dat hij heel veel aan het drinken was, maar dat gebeurde nog wel een keer. Hij was bekend om graag een pintje te drinken. En maar iedereen bevestigde wel dat hij daar geweest was. Ja, hij wordt toch niet vrijgelaten. Hij wordt opgesloten in de gevangenis voorlopig om hem eventueel nog verder te kunnen ondervragen en verder te kunnen onderzoeken. Er is een gevangenis in Veurne, een beetje verder langs Ginder, die tot in de jaren 30 gebruikt geweest is. En daar wordt hij voorlopig opgesloten. Misschien is het nog iemand anders geweest. Misschien moeten ze nog verder zoeken. We gaan een beetje verder. Ja. Ze vond het samen.